Yes, hallo, welkom terug bij een video van Fast and the Furious. Vandaag heb ik voor jullie in de aanbieding een hele mooie auto. En dit keer een auto met 4 wielen, dus niet met 3. Dat is de Move City Car. En deze heeft zoveel opties, nog meer als mijn eigen auto. Dat is niet normaal. Ik heb er zelfs al een lijstje voor moeten maken om het te kunnen onthouden. Kan je het geloven? De Move City Car is een geweldig leuke auto met 4 wielen, een normale stuur, volledig automaat, dus je hebt alleen maar een rempedaal en een gaspedaal. Er kunnen 2 mensen in en achterin heb je nog bagageruimte voor boodschappen bijvoorbeeld. Dan gaan we naar de voorkant. Als we naar de voorkant kijken, zien we dat deze een beetje afwijkt van een Jeep model. Dus het is eigenlijk een kleine mini Jeep versie, maar dan volledig elektrisch. De Move City Car doet ongeveer 100 kilometer actieradius met de originele accu's. Mocht je dit nog willen uitbreiden, kan dat altijd nog. De City Car is tevens voorzien van een centrale deurvergrendeling die je dus met een afstandsbediening kan bedienen. Gewoon op afstand, lekker makkelijk. Als je op het knopje drukt, zien we ook, gaat hij knipperen. Druk je op het andere knopje, is hij er vanaf en zijn de deuren weer open. Tevens kun je met het knopje ook de achterbagageraam openmaken. Klik, dan gaan we dadelijk even kijken. De verlichting op de Move City Car is erg duidelijk. Zoals we hier kunnen zien hebben we een mooie dagrijverlichting. We hebben een stadslicht, we hebben dimlicht en we hebben groot licht om te kunnen seinen of misschien als je het ergens niet goed kan zien bijvoorbeeld. Als we op de voorraam kijken zien we ook een ruitenwisser. Altijd handig in de regen. En dan zou je denken, ja, wat is er nou voor ruitenwisser? Kijk, dit is de allernieuwste type. De Flexblade noemen ze dit. Die heb ik op mijn auto nog niet eens. Zo luxe is deze auto. Dus met 1 blade, hop, op je raam, maak je heel het raam schoon als het regent. Wat ook super vet is, dat het achterraampje open kan. En die kan met het afstandsbedieningje open, wat ik al in het begin zei. Als we het knopje indrukken, klik, open, kan het raampje open. En dan kan je hier gewoon je boodschappen kwijt. Een kratje bier past ook nog wel, moet lukken. Stoeltjes kunnen sowieso naar voren, dus mocht je nou meer ruimte nodig hebben, doe je die iets naar voren en wil je het klepje dicht doen. Hop, niet moeilijk. En dan is je dicht. We hebben hier een tankruimte, zoals we zien, net als bij de auto. Alleen hier gaat geen brandstof in, maar stroom. We hebben natuurlijk wel de sleutel nodig. Klik. Doen we die erin. Hop, gaat die open. Dopje draaien er vanaf. En dan kan je niet tanken, maar volpoweren met stroom natuurlijk. En daar hebben we deze voor. Die klik je erin. Klik. Zo makkelijk. De andere kant in een stopcontact. 230 volt. En je kan hem opladen. Ben je klaar? Eruit. Dopje weer dicht. Deze weer dicht. En je kan weer verder. Dit voertuig moet natuurlijk opgeladen worden. Opladen doe je thuis aan het net. Zoals we ook kunnen zien hier met de stekker. Maar wat nou als je onderweg bent? Wat dan? Dan is het moeilijk. Daar hebben wij een oplossing voor. Wij hebben een omvormkabel die je kunt gebruiken voor een laadpaal. Zoals de normale auto, bijvoorbeeld een Tesla of een andere auto die elektrisch is. Deze kan je eraf halen. Klik. Dit is dus een universele oplaadkabel voor een laadpaal buiten. En dan hebben we aan de andere kant, als we daar even goed gaan kijken, een 230 aansluiting. Waarmee je dus je auto weer kan aansluiten. Klik op een laadpaal. En dan kan je hem overal in heel Nederland gewoon opladen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een speciaal pasje om het te kunnen registreren bij de laadpaal. Als we goed kijken, zien we dat het een lichtmetalen velg is. Deze zit er standaard op. Het is een 12 inch velg, zowel voor als achter uiteraard. En het bijzondere aan deze auto is dat hij voor en achter een schijfremsysteem heeft. Dus de remmen zijn extra goed. Zelfs de spiegels zijn super luxe. Ze zijn elektrisch, ze zijn verwarmd, ze zijn inklapbaar en ze hebben ook nog de kniplicht erin. Super gaaf. Als we kijken naar het achterlichtje zien we dat hij mooi rond is en hij is volledig voorzien van een LED. Dus lekker energiezuinig. En andere mensen achter je kunnen je natuurlijk goed zien. We gaan eens even kijken. Dit is de normale verlichting, zoals we kunnen zien. We hebben natuurlijk een remlicht en de kniplicht.
Nou, dan gaan we eens even in de auto stappen. Moet natuurlijk eerst even op het knopje drukken, want dan gaat die open. Klik. Zo zitten we binnen. Ik heb voldoende ruimte voor mezelf. En dan ben ik zelf al vrij groot, zoals jullie hebben gemerkt. Komt niet alleen door de camera, maar ik ben ook gewoon echt groot. Dan hebben we een gordel. We hebben een mooie radio. Het interieur is mooi. We hebben een zonneklepje. Ja, het is niet normaal. Ik ga jullie het even van dichtbij laten zien. Laat ik eerst beginnen met het raampje open doen. Want het is hier best wel warm in de auto, moet ik zeggen. En nou hebben wij daar gelukkig ook een oplossing voor. Want deze auto is ook voorzien van airconditioning. Ja, je hoort het goed. Airco in deze mooie elektrische wagen. Zelfs het interieurtje is super vet gemaakt, zoals we zien. We hebben een heel mooi stuurtje. Met gewoon een normale toeter in het midden, zoals het hoort bij een echte auto, vind ik altijd. Knopwerk aan de zijkant, zoals we zien. We hebben gewoon hier de verlichtingsknop, stadslicht, dimlicht, etc. Knipperlichtjes, linksaf, rechtsaf. Nou ja, seinen, zit er allemaal op. Net als een echte auto, zoals het hoort. Dan vinden we hier links onderin de knopwerk om de elektrische spiegels te bedienen. Als je deze naar links zet, kun je het spiegeltje bedienen omlaag, omhoog. Dan gaat nu de linkerspiegel. Zetten we die naar rechts toe, dan gaat uiteraard de rechterspiegel bewegen. Zetten we deze weer terug in het midden, klik, zo. Dan staan ze dus uit, maar dan gaat de elektrische verwarming van de spiegel aan. Dan komen we op het tellertje uit, zoals we hier zien. Die is lekker duidelijk en overzichtelijk. Tevens verlicht, zodat jij 's avonds natuurlijk goed kan zien wat je aan het doen bent. De teller gaat misschien tot 80, maar ja, dat redt het autootje niet. Het autootje gaat natuurlijk 45-50. Dus als je een beetje daar met een tellertje wijst, dan weet je in ieder geval dat dat de maximale snelheid is. Natuurlijk geeft hij ook aan hoe vol de accu's zitten, hoeveel kilometer je totaal hebt gereden. En hij geeft onderaan ook nog wat andere opties aan, zoals in welke versnelling die staat. Nou, momenteel dus niet, want er staat in neutraal. Vandaar dus de N. Gaan we hem verplaatsen naar bijvoorbeeld achteruit, dan horen we hem ook piepen. We hebben daar ook een camera bij. Die gaan we dadelijk laten zien. Of we moeten natuurlijk vooruit, dan nemen we de D van drive. Dan zien we links onderaan welke foutcodes die geeft. Nou, foutcode 1 is geen gordel om. Dat klopt, die heb ik niet om. De foutcode 2 betekent hij staat nog op de handrem. En ook dat klopt. Dan zal ik die naar de afhalen, dan gaat die uit. Als we dan naar de rechterkant gaan kijken, dan zien we daar nog een bedieningspaneel. Net als bij de auto. Het moet niet gekker worden. We hebben gewoon een knopje om te drukken. En dan kunnen we dus de ruit mee schoonmaken. Dan zien we aan de rechterkant een super mooie luxe radio. Nog luxer als die ik in de auto heb zitten, geloof me. Want ik heb namelijk geen USB aan Bluetooth en dat heeft deze wel. Tevens is die ook nog voorzien van een SD-kaart input. Dus je kunt op elke manier je muziek overzetten op de radio om te kunnen luisteren. Hij is voorzien van radio, Bluetooth, USB, SD-kaart. Plus, als je achteruit gaat, heb je een achteruitrijcamera. Super handig. We hebben hier dus de versnellingsstand waar die heen gaat. De N is niet, dus hij gaat niet in de versnelling, neutraal. Hè? Dan hebben we natuurlijk drive, wat ik al had gezegd. We hebben ook een eco-stand. In de eco-stand dan trekt hij net wat langzamer op en dan verbruikt hij eigenlijk wat minder energie, zodat je wat langer op de accu's mee kan gaan. En we hebben natuurlijk, wat ik al zei, in achteruit met een mooie camera. Nou, dan hebben we hier nog meer knopjes, zoals we zien. We hebben hier de bediening van de elektrische ramen, omhoog en omlaag. Dat is van de rechterzijde. En als ik hem hier pak, dan pakken we hem van de bestuurderszijde, de linkerzijde. Dan hebben we natuurlijk meer knopwerk. We hebben hier bijvoorbeeld mislicht, voor en achter. Dat is mislicht erbij. En dan hebben we hier, gaat het achterklepje open. Dan heb je dus niet de afstandsbediening nodig. Maar dan kan je hem gewoon, hup, met een klikje kunnen gaan openen. Aan de rechterkant zien we nog meer knopjes. We hebben hier een ventilatorknop. Dan hoor je hem ook blazen. Deze blaast dan koud lucht. En op het moment dat je die aanschakelt, dan gaat de airconditioning aan. Dus dan geeft hij koude lucht, maar dan ook echt ijskoud. Want het begint nou al koud te worden, jongens. Dus ik doe hem even uit. Dan hebben we hier nog een knopje
Die dient voor de voorraamverwarming, zodat die kan ontwasemen als die beslagen is. En zo gaat hij dan ook weer uit. Al die knopjes op de auto is natuurlijk leuk. Maar denk er wel om hoe meer knopjes jij gebruikt. Dus als jij de airco aanzet, de radio op vol gas en gaat zo'n motor, gaan die accu's natuurlijk wel sneller leeg. Dus heb je alles vol gas aangestaan, verwacht dan niet dat je 100 kilometer kan rijden, maar houd het op 60. Mits je natuurlijk zuinig doet, ja, dan doet hij natuurlijk weer langer op de accu's. Bovendien is deze auto voorzien van een panoramadak. Wat betekent dat? Kijk, een dak volledig van glas. En dan zou je misschien zeggen, dat vind ik niet altijd fijn, hè? Zo'n glazen dak met die zon op mijn bakkers. Daar hebben ze weer voor bedacht. Kijk eens, tadaam, je kan hem op half standje zetten. Of je kan zeggen van, nou, ik wil helemaal niks van buiten meemaken. Dan doe je hem klik, klik en een zonneschermpje helemaal dicht. En dan heb je geen last meer van de zon. Uiteraard hebben we voor ook nog twee klepjes. Mocht het nou zo zijn dat je van voor te veel zon krijgt, dan kan je je bedekken door de zonneklepjes open te doen. En natuurlijk hebben wij voor de bijrijder in de zonneklep een spiegeltje, zodat hij of zij kan kijken tijdens het rijden hoe zijn of haar haar zit. Ja, je weet maar nooit. We vinden hier onderaan de handrem. Deze kunnen we gewoon aantrekken en dan staat hij op de rem. Wil je hem eraf halen, dan zit hier aan de achterkant een klein knopje. Die drukken we eerst in en dan draaien we hem, klik, en dan gaat hij weer van de handrem af, zoals we zien. Dan hebben we hier een bijzonder grote rode knop. Waar is die nou voor? Ja, dat is eigenlijk een knop die je niet wil aanraken, want doe je dat wel, tjup, dan hebben we geen stroom meer. Valt het autootje uit, muziek valt uit, alle stroom valt uit. Oftewel, het is een noodknop. Nou zit hij een beetje onlogisch geplaatst, vind ik zelf. Maar ja, dat kan ook door mijn formaat komen, want mijn knie zit er net voor, zoals we zien. Dus als ik een beetje gek doe, kan het nog wel eens zijn dat ik hem indruk tijdens rijden. Dat is wel een puntje waarvan ik zeg van, dat is een beetje jammer. Die had ik misschien gewoon lekker groot op het dashboard gemaakt. Want in geval van nood kan je daar lekker makkelijk op drukken. Zoals we zien hebben we daar een mooie aanstekenplug. Die kan je natuurlijk gebruiken om een vuurtje te creëren voor als je lekker een sigaretje wilt opsteken. Maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken om een ander apparaat in te steken. Zoals bijvoorbeeld een USB-oplader voor je telefoon of voor je navigatiesysteem. Maar ja, aan de andere kant hebben we het natuurlijk allemaal op de auto, dus is het eigenlijk een beetje onnodig. Maar je weet maar nooit, misschien wil je een klein koelkastje meenemen, kan je hem gewoon lekker aansluiten. Dus die optie is er gewoon. Dan zien we onderaan maar twee pedalen. Jazeker, dat klopt. Twee pedalen. Waarom? Omdat die volledig automaat is. De rechterpedaal is natuurlijk je gaspedaal. Die kan je gewoon intrappen. En de linkerpedaal is je rempedaal. Nou, daar zitten we in de auto. We gaan een klein stukje rijden. We moeten natuurlijk achteruit. Hop, niet moeilijk. Hoor je een piepen? Daar gaan we hoor. Wow, die remmen zijn echt gek jongens. En zelfs in de eco-stand gaat hij gewoon best hard. Kijk, vol gas. Woep. En zij zeggen, passen twee dunne mensen erin? Ik ga het jullie laten zien, jongens. Dus Leo, onze bezorger. Kijk. Hoppa, niet moeilijk. Beetje proppen maar, hè? Maar dat maakt niet uit. Oké. Komt de auto ook nog vooruit? Zo, zie je, met twee dunne mensen past ook prima. Bedankt voor het kijken naar het videootje van de Move Citycar. Mocht je het nou een vet filmpje vinden, ik zou zeggen, like en abonneer sowieso onze pagina. Heb je nou andere ideeën voor een ander modelletje om te bekijken? Reageer dan onder dit videootje natuurlijk met hetgeen wat je wilt weten of met wat je wilt zien. En dan zien we jullie sowieso de volgende keer weer terug. Ik vind het in ieder geval een super vet autootje. Ik hoop jullie ook.